Mohamed en Wesley zijn liefhebbers van wandelen en architectuur. Maar als ze afgelopen zondag door de Haagse wijk Wateringse Veld aan het lopen zijn, worden ze door de politie aangezien voor inbrekers. De politie heeft inderdaad verteld dat er in de afgelopen tijd in deze week vaak is ingebroken. Nou ja, goed, we komen niet uit de buurt en we begrijpen ook vandaar de controle. We hebben daarom ook zonder enige weer onze medewerking verleend. We zijn nagetrokken, we zijn nagecheckt op naam, adres, gegevens, noem maar op. En wat is dan nog genoeg? Want ondanks dat ze na de controle mogen doorlopen, blijft de politie de jongens achtervolgen. Zeker wel 3 kwartier eigenlijk. Hebben we rondgelopen met de politie achter ons aan. Echt een stuk of, wat zal het zijn, 8 man. Met de motoragent 20 meter achter ons, die ons echt in de gaten hield. Het leek net een beetje op een slechte film. Ook de straat waar wij ingingen, kwam de politie ons achteraan. En we konden onze kont niet keren of ze stonden er wel. En ja, het was eigenlijk een beetje beangstigend. Als Mohamed en Wesley uiteindelijk de wijk weer willen verlaten, wordt hun auto door de politie doorzocht. Een agente geeft de jongens nog wel een reden waarom ze de twee blijven achtervolgen. Ze zei ook echt expliciet dat die inbraken zijn gepleegd door figuren zoals ons, in haar woorden. Dus ja, het feit dat wij er misschien een beetje anders uitzien dan de gemiddelde bewoner hier. Maar dat is dus reden genoeg om het hele politiekorps op ons af te sturen.